was knap, was slim. En over het algemeen gehoorzaam aan zijn ouders. Hij was precies wat alles wat ze hadden kunnen wensen in een zoon. Als hij 10 wordt, moet hij van zijn vader naar school in Nederland. Dus hij gaat. Natuurlijk wil George dat liever niet. Helemaal alleen in zo'n ver land. Maar hij snapt hoe belangrijk het is. Hij gaat eerst naar de basisschool. Dan naar de middelbare school. En daarna naar de Universiteit van Leiden om daar rechten te studeren. George Maduro was from the very outset. Targeted to take over the family firm, SDL Maduro and Sons. He was sent to Holland for his education, to become a lawyer, and then eventually go back to Curaçao and take over the reins of the business. Nazi-onderzeeërs varen als haaien om de eilanden. Ze vallen olietransporten aan en maken het geallieerd daardoor extra moeilijk.